Hoi. How are you after? Zoals je misschien wel hoort, ben ik op dit moment op Schiphol. Ik ga met Jeffrey naar Londen. How are you after? We hebben last minute een stedentripje gepland. En het leek me heel leuk om te filmen als er een van is. En dat jullie ook kunnen meekijken. Dus ik ga je meenemen deze dagen. Dat we lekker gaan winkelen in Londen. Leuke dingen gaan doen. Dus kijk vooral mee. We zijn ingecheckt in ons hotel en misschien dat dit jou wel een beetje bekend voorkomt. Ik zit namelijk in hetzelfde hotel, we zitten namelijk in hetzelfde hotel als waar ik afgelopen juni was toen ik met Rimmel naar Londen ging. Dus dat is wel heel grappig en het is gewoon een ontzettend mooi en fijn hotel. Maar het is helemaal vol met al die gordijnen waar ik toen helemaal verdwaald in raakte. Bij binnenkomst zie je aan de rechterkant de badkamer. Heel erg mooi. Marmeren tafeltje, wastafel, douchecabine en toilet. Alleen het jammere, geen bad. Het is natuurlijk een mega lusje op Oxford Street. Maar nee, hier zit helaas geen bad. Grote wasspiegel. En dan hier het bed. Zithoekje. Televisie. Dus dat is de kamer. We frissen ons even op en dan gaan we lekker naar buiten. Wat eten en shoppen. We gaan lekker veel shoppen deze dagen. Dat ik helemaal niet naar bezienswaardigheden ga of zo. Dat klopt. We wilden gewoon lekker gaan shoppen in Londen. Dus dat gaan we doen. Nibbles. Favoriet woord. We zitten in een heel leuk tentje. Lantana heet dit. Ligt bij ons hotel. Een beetje local. We zijn heel local. Zojuist mijn eerste kit van die producten gekocht. Zo blij mee. Oh. En tip voor als je in Londen bent. Dit warenhuis, Debenhams, Hams. Net als Kat van die. En ze hebben ook Too Faced hier. Dat is een vraag die ik wat vaker krijg. Of er een Sephora is in Londen. En dat is niet zo. Maar je hebt hier wel echt heel veel make-up merken. Het is alleen een beetje verspreid over de stad in verschillende winkels. Google waarom altijd even als je een bepaald merk zoekt of iets. We hebben een bepaald merk. Gewoon even het merk googelen en dan vind je het vaak wel. Heel lang midden geweest bij Selfridges. I love it. Maar we gaan ook nog naar Harrods en naar Harvey Nichols. En aan het eind van dit shoppingtripje heb ik geen benen, geen voeten en geen geld meer over. Dat kom ik tegen bij Superdrug. Gosh! Dat heb ik al een tijdje niet meer gezien. Dus weg uit Nederland. Maar het ziet er nog erg hetzelfde uit. En dat vind ik wel een beetje jammer. Producten die we in Nederland niet of nog niet hebben. Altijd leuk om te zien, vind ik. We zijn aan het verdwalen in de Marks & Spencer. Op zoek naar een flesje cola. Het is echt groot hier. Ze hebben zoveel lekkere dingen. We gaan een beetje los. Oké, we zijn terug in het hotel. Ik ga even een supermarkt shoplog doen. Van de Marks & Spencer. Oké. Wij konden niks vinden. En ik wil heel graag sweet and salty popcorn. Ik had een klein zakje gehad in het vliegtuig. En dacht ik echt, oh ja. En we konden alleen maar deze enorme zak met 6 kleine zakjes vinden. En toen hadden we afgerekend en toen zagen we kleine zakjes staan. Maar die stonden helemaal niet bij de alle andere popcorn en chips. Die stonden ergens anders. Ja. Dit heeft Jeff uitgekozen, dat zie ik ook voor het eerst. Dit zijn gewoon kaas. Ja, van die Cheetos. Ja, Cheetos inderdaad. Heerlijk. Dat vind ik niet zo bijzonder. Deze vind je wel lekker, denk ik. Oh, en dit heeft Jeff ook uitgekozen. Honey Roast Ham. Dan heeft Jeff water met koolzuur. Ik heb een Coke Zero. Drake! Yes! Althans, dit is een GQ waar die deze maand op staat op de cover. En dan hebben we dus nog, dit zijn echt mijn favorites van Marks & Spencer. Zo lekker. Dat zijn deze huge bakken. Dit is één bak, maar er komt er zo nog één. En dit is Rocky Road. Super lekker. En deze Caramel Crisp. Dus dat is de Londen Foodshop log. Ik zit nu met enorme bakken. Mensen steken er altijd gewoon over, hè? Het is toch erger dan in Amsterdam. Ja.
Yay! Klaar. We zitten in het Mexicaans restaurant waar Hakka heet het. En het is heel groot en gezellig aangekleed. Lekker gerecht staan op de kaart. Het is alleen wel zo'n heel snel restaurant. Dus al het hele komt super snel. Terwijl juist we eigenlijk een beetje relaxed willen doen. En, dus ik hoop dat ze het niet erg vinden als we wel rustig aan eten hier. Het is ook een beetje tapasachtig idee. Er zijn gerechten die je ook kan delen. Daar hou ik altijd heel erg van. En Jeff ook. En we hebben ook al een lekkere mojito besteld. Dit is een speciale mojito, een Motel DF met appelsap zit er volgens in. Ik lig gewoon in bed. Jeff niet, die gaat zo douchen. En ik ga nog even make-up afhalen. Of nou ja, nee. Ik ga gewoon zo slapen, want ik ben wel de schijfjes vergeten. En die vergeet ik dus best wel vaak. Er zijn een paar dingen die ik standaard vergeet. Haarborstel en wat schijfjes. Haarborstel ben ik niet vergeten, maar dan natuurlijk de wat schijfjes wel. Ik ga het proberen met tissues. Ik duik er in ieder geval in en ik zie jullie morgen weer. Het is de volgende ochtend. Ik zit klaar om op te maken. We hebben deze prachtige setting gecreëerd met de spiegel op de prullenbak. Jeff is weer even bed ingedoken, zo te zien. Ja, het is koud. Het is al 11 uur. Dat is voor ons best laat, zeker voor mij. En dan denk ik ook, eigenlijk is het 12 uur in Nederland. Maar we zijn best wel moe. We hebben gisteren best wel een beetje te hard gelopen. Dus we dachten, we doen het lekker rustig aan. We hebben nog zoveel tijd. We hebben juist genoeg dagen ook gepakt voor dit tripje, zodat we rustig aan kunnen doen. Dus dan moeten we dat ook doen. Nu lekker even opmaken. En laat ik je zo het resultaat zien. En dit is de look geworden. Ik ben er blij mee. Misschien dat ik nog wel een lipstick op ga doen zo. Maar ik vind het ook wel mooi, denk ik. Mijn haar leidt een eigen leven hier in Londen. Oh, we hebben trouwens hier de gordijnen weggehaald. Dan zie je hier gelijk de badkamer. Oké, okay, ik moet eigenlijk nog wel even de feature filmen van de kamer. Welke feature? Film maar naar daar. Love it. Do that forever. Dit is typisch. Jeff vindt dit soort dingen dan helemaal het einde. En dit is mijn outfit. Jurkjes van Forever 21. Panty van Hema. Schoenen zijn van Zanotti. En mijn jas is van Ted Baker. Dus wij gaan weer lekker stad in. Yeah. We zijn bij de Pret à Manger. Die zit bijna elke hoek hier in Londen. Er zijn heel veel broodjes en salades en yoghurt. En dan gaan we even een ontbijtje halen en eten. De zon schijnt heerlijk vandaag. Super mooie dag. Het duurt alleen forever tot het stoplicht groen wordt. En iedereen loopt telkens en wij blijven nog heel braaf wachten. Nou, het vette is zeg maar dat als het stoplicht op groen gaat, dan mogen dus alleen de voetgangers. En dan is dus alles hier. Staat op rood voor de auto's. Ja, want je kan zelfs schuin oversteken. Kijk nou hoe cool. Tanja Beur, Marcus Butler en Dina Tokyo, die ken ik nog niet. Maar YouTubers op een bus. Hallo, kunnen we dit ook even regelen in Nederland op een tram? Er zit hier een enorme Victoria's Secret. Het wordt de eerste keer in een echte Victoria's Secret. Deze winkel is echt reusachtig. Maar dit is wel heel cool, die trap. Kijk nou hoe mooi. Wow. Super mooi. Jongens, deze winkel is heaven. Ik ben in de waskamer van Victoria's Secret. Het is zo mooi. Mijn tas met spullen. Ze hebben zelfs een shirt. Ja, die kan passen. Ik weet niet precies waarvoor het dient. Misschien moeten we kijken hoe de BH eronder staat. Zo mooi. Ik ben helemaal excited. We zijn net, ik weet niet hoe lang binnen geweest met Victoria's Secret. Dat was echt heel erg. Op een gegeven moment dachten we dat we klaar waren. Toen kwamen we erachter dat er nog een verdieping was. We zijn best wel goed geslaagd ook. Maar dat zien jullie allemaal nog in de shoplog. We zien nu even bijkomen in een cafeetje, restaurant. Even lunchen. Mijn panini met ham en avocado. En chips erbij, natuurlijk. Het hoort er een beetje bij in Londen. Het regent. Helaas. Maar niet heel hard. En we duiken gewoon genoeg winkels in. Dat we er niet veel last van hebben. De winkels hier zijn zo mooi. Ik doe echt de etalages. Ik heb iets gekocht. En het zit ook nog eens in een heel mooi tasje. Het is
ik ben helemaal happy. Het is zelfs nu in de regen zo gezellig hier op straat. Omdat alles zo mooi verlicht is en ja, je ziet het al een beetje. Dan krijg je toch een beetje nog die kerstsfeer in januari. Even bijkomen in de hotelkamer. Een beetje onderschat alles, hoeveel we konden doen in een dag. En het was echt een hele leuke dag, maar ja, het is allemaal zo groot en zoveel dat het wel echt vermoeiend is. Ook al die indruk, op een gegeven moment dacht ik gewoon dat ik gewoon niet goed werd. Want elke winkel is zo groot, zoveel en ik wil overal kijken. Dan gaan we zo meteen weer lekker uit eten. Even een leuk restaurantje uitzoeken. Blijkbaar waar wij zitten, hoe heet het ook alweer? Tussen Soho en... Ja, Fitzrovia. Daar zitten echt alle restaurantjes en zo, dus dat hebben we goed... Ja, bij goed al die... Oh, hier heb ik lekker ananas, doe maar. Ook hele dure slaatjes. Ik las ook dat in Soho zitten 36 Michelin restaurants. Wow, lekker dagje. We zijn even rekken strek oefening aan het doen. Ik weet niet wat dit is. En strekken. Dit is toch niet strekken, Flappy? Je hebt toch vroeger ballet gedaan? Hè? Ja. Oh, dit is ook heel lekker, ja. Oh, krak, krak. Ja, krakt heel krak. Erg. Ik heb straks voeten als nieuw. Zo, jij flubbert dadelijk over de draad. Ik kan niet even blijven staan. De lift is zo cool hier. We zitten bij Sissy, een Italiaans tentje. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Ik ben ontzettend benieuwd. Er komen even pizza's op tafel. Echt niet normaal. Het is wel een dunne bodem, maar hallo. Dat was het eten. Het was heel erg lekker. Ja. Knapperige korst van de pizza. Ik loop nu lekker terug naar het hotel. Dan gaan we lekker... Even dat fixen. En slapen. We hebben vanmiddag wattenschijfjes gehaald met Boots. Om make-up weer af te halen. Met de remover. Oh, en er is hier zo'n lekkere body lotion. Dat is deze. Kruid naar citroen. Ik ken dit merk niet. Maar, oh, very nice. Make-up is eraf. Tijd voor bed. Tweede nachtje in Londen. En zo is het alweer zaterdag. Ik ga hem even opmaken en dan gaan we naar Harrods. Het was eigenlijk de bedoeling dat we daar de eerste dag al heen gingen, maar dat lukte niet meer. Dus dat gaan we vandaag doen op de laatste dag. Morgen gaan we terug, dan hebben we geen tijd meer. En vandaag hebben we dus nog een hele dag. Mijn haar fixen en dan is het make-up look voor vandaag weer op. Alleen nog even lipstick toevoegen. Haar gedaan, lipstick erbij. Dit is uit mijn hoofd Matador van Catrice. En mijn outfit. Dit groene jurkje van H&M Trend. Heel zacht stofje. Ted Baker jas eroverheen. Wat heeft Jeffrey aan? Ding. Trui. Van Revelation. Ja. Ashes to Dust. Biker jeans. Schoenen en jas. Van? Burberry. En schoenen van Samsung. We hebben een heel schattig bakkerijtje gevonden. En daar gaan we nu even ontbijten. Mijn koffie. Mijn jurk. Gelukkig zijn we dicht bij het hotel. Kan ik me zo nog even omkleden? Tegen de lobby, want het ging naar onze kamer. Zodat ik niet kon omkleden, maar toen waren ze wel aan het schoonmaken. Ik ben even foto's aan het uitzoeken, want we hebben foto's gemaakt hier. Deze geweldige rode lippenbank. Kijk, sowieso, het is hier echt zo mooi. Heel veel foto's gemaakt. Maar tegen de tijd dat deze vlog online staat, heb je dat al wel op Instagram gezien.
Oh, en deze foto waarna ik dus de koffie knoeide. Nou, weer hetzelfde jurkje aan als gisteren. En dan gaan we er weer tegenaan. We gaan met taxi, dus zo zwaar is het niet. Daar zijn we bij Harrods. Ook mooi hoor. Nou, Jeff is geslaagd bij Givenchy hoor. Het is wel echt een doolhof hier, niet normaal. En het is best wel laag, de plafonds ook. Ja, dus, het is warm hier ook. Warm, ja. Maar wel, ze hebben wel veel leuke, toffe, mooie dingen en veel keus. Je ziet wel echt dat het een oud pand is en dat vind ik wel heel mooi. Maar af en toe heb je ook wat modernere gedeeltes. Maar dat is wel echt cool hoor. Kijk nou hoe mooi. Nu gaan we naar Harvey Nichols. We zitten nu boven bij Harvey Nichols. We gaan even lunchen. We bestellen een club sandwich, chicken club sandwich. Ja. Ze hebben ons al twee keer gevraagd. Ik ben benieuwd of ze daar nog een keer vragen of er nog chips bij hebben. Ja, chips. Ze doen de frietjes. Ja. Dat is heel eerlijk. Terwijl, dit is, het is echt ontzettend duur. Maar dit is ook wel gewoon genoeg voor lunch. Ja. Ik zal heel eerlijk zijn, ik kreeg een beetje een meltdown en inzinking in de Harvey Nichols. Omdat het overal, al die warenhuizen zijn zo groot en er is zoveel. En ook hier bij Harvey Nichols en bij Harrods echt zo geen overzicht. Dank je. Maar is hier het park? Dus. We gaan even. Ik ben Vera een beetje aan het sturen. Het is groen. Ze let niet op. Er is hier een park. Anders lopen we daar even lekker doorheen. En toen dacht ik ja. Dat wil ik even naar buiten. Het is hier ook niet druk. En frisse lucht. Dus dat ben ik wel heel blij mee. Nou, dat zijn die hier heb ik als op tv gezien, die flats. Van een van de duurste appartementen. Oh, oké. Okay. Ja. Staat hier lekker in bloei? Lekker. Brandnetels. Brandnetels? Ja, toch? We zijn terug van een hele lange dag shoppen en wandelen en sightseeing Londen bekijken. Ja. Nou ja, wel een beetje gewoon hele die mooie straatje in het park. En volgens mij is het een beetje de duurste huizen in Londen. Ja, en heel veel dure auto's ook. Zo. Harrods was qua aanbod heel goed. Dus ja. We hebben echt leuk geshopt nog in Harrods. Ja. Maar die winkel verder zelf, ik ga liever naar Selfridges. Vind ik het fijner winkelen, omdat Harrods en Harvey Nichols, waar we ook zijn geweest, geldt het ook voor. Is gewoon echt heel erg ja, een doolhof. Je hebt helemaal geen overzicht. Ja, tip, als je in Harrods gaat, je kunt er echt verdwalen. Ze hebben daar van die boekjes, ja, met een shopping guide store. Ja. En dat helpt een beetje, maar ja. Niet dat je dan ineens denkt, oh, ik weet waar ik moet zijn, want het is echt drama. Onze bols zijn hier, dat zijn de spokenbols. Dat eten we in Amsterdam ook wel steeds vaker. Ik ga het hier ook een keertje proberen. Dat is een soort, ja, sushi. Sushi? Ja, in een kommetje. Sushi, ja. Een soort bak sushi gewoon. Er zit rijst onder. En dan met zalm en avocado. En ja, heerlijk. Het was echt super lekker. Heerlijk. We lopen nu terug naar ons hotel en ik ben een beetje verdrietig. Want het is onze laatste avond in Londen. Het is echt zo leuk. Ik hou van deze stad. En eindelijk een keer met Jeff erheen. Ik vond het heel leuk. Dream come true voor mij. We zitten aan ons laatste ontbijtje. De koffers zijn zo goed als gepakt. Nog even koffie erin.
Ik heb vandaag echt wel lang geslapen. Bijna tot de wekker. Ja, maar het was zo stil buiten. Ja, het is echt... nu ook zo stil Want buiten. Want ze waren dus de hele tijd aan het verbouwen buiten. Daar hadden we elke ochtend wel een beetje last van dat we dat hoorden. Maar goed, niet heel erg, want we wilden toch op tijd wel opstaan. Maar vandaag lekker niet, dus toen sliepen we gelijk een stuk langer. Ja, we hebben ook nog genoeg tijd voordat we voordat we gaan vliegen. We willen wel op tijd op het vliegveld zijn, want het is nog best wel een stukje met de taxi. Even een tip, mocht je last hebben van met vliegen van je oren. Dus vooral met opstijgen en neerdalen, oorpijn krijgen, gewoon een onprettig gevoel. Dit is echt top. Ik heb deze gekocht bij Kruidvat. Ja, het zijn gewoon van die speciale oordopjes voor het vliegen. En zo fijn, echt... ontzettend blij mee en ze zijn herbruikbaar, dus ik ga ze nu gewoon ook weer meenemen. Ik denk dat andere merken, je zal het wel echt wel bij heel veel winkels, misschien ook wel bij Ethos en zo kunnen vinden. Voor mij echt een verademing, dus deze gaan standaard mee als ik ga vliegen. We zijn ingecheckt en al en we zitten nu even lekker bij de terminal. Terminal 5. Uit te eten. En we gaan mama. Perfect. We hebben nog best wel veel tijd. En ze zit even gewoon relaxed. En dat is wel lekker. Sapje erbij. Ja, zijn we nog even in Londen, maar ze voelt het niet. Nee. Net nog even hier naar binnen geweest. Iets gekocht wat ik heel lang wilde hebben. Oh. Jullie gaan het zien? Oeh. Je gaat zien in de shoplog, maar ik ga met een big smile het vliegtuig in. Dat is duidelijk. We zijn, zoals je misschien wel ziet, weer thuis. In Amsterdam. Ik wil nog even de afsluiting van de vlog filmen. En er komt van mij nog een shoplog. Jeff heeft één dingetje gekocht. Er komt nu ook een shoplog van mij. In Londen, één ding. Ja. En het leek me wel leuk omdat ik er wel een beetje over geteased heb. Jullie willen vast weten dat hij heeft gekocht. Dacht ik, nou, dan doen we dat nog even aan het einde van deze video. Hoe vond je het? Ik vond Londen echt superleuk. Ja? Ik ben wel een paar keer in Parijs geweest. Vind ik ook heel leuk. Maar ik denk dat ik Londen toch wel leuker vind. Ik hou wel van dat dus meer internationaal idee krijg erbij. Dat vind ik wel leuk. Wel heel erg lekker gewinkeld. Dat is ook echt de reden van deze trip. Ja. Dat doen we één keer per jaar. We zoeken gewoon een stad uit en dan gaan we shoppen. Er zijn ook gewoon geen kleine winkels daar. Nee. Zeg maar, tenminste, vast natuurlijk wel wat boutiques hier en daar. Maar op de grote straten, op de street en zo, is alles gewoon zo. Alles is groot. Zo groot. Ja. We zijn heel erg moe. We zijn heel erg moe. Ik ben heel erg moe. Ben jij heel erg moe? Nee? Oh, nou, ik ben heel erg moe. Dus ik zit er een beetje bij als een zoutzak. En ik denk dat ik wilde nog allemaal dingen zeggen om het af te sluiten. Maar ik weet het niet meer. Dus ik hoop gewoon dat deze vlog een goed beeld geeft van hoe we het hebben gehad. Maar Jeff heeft dus één iets heel tos gekocht. Ja. Jeff, je moet wel even die gespjes goed doen. Oh, sorry. Het ziet er toch niet uit? Doe even de gespjes goed. Dit is echt zo van hadse flats. Ja, maar alles omdat ik mijn dingetjes erin deed. Welke dingetjes? Mijn schoenhouders, spanners. Om ze die gespjes weer los. Ik zocht al heel lang een soort van boots. Gewoon een beetje leren laarsachtige types. En toen in de diepe kelders van Harrods was de mannenafdeling. En toen zag ik bij Givenchy deze met al die studs. En ik hou van studs en een beetje, ja, vind ze nog wel een beetje stoer. En deze waren ontzettend, ik denk 60-70% afgeprijsd. Dus die heb ik toen gekocht. Ja. Nou, ik vond het echt, want Jeff had het wel van tevoren over gehad en had het voorbeeld laten zien van laarzen die cool vond. Ja. En ik zag deze staan en dacht ik gelijk, wow, want ik had deze al heel vaak voorbij zien komen. Dit vind ik echt de coolste laarsjes van alle laarzen waar Jeff het over heeft gehad. Ja. Vind ik deze wel echt het vetst. Dus ik hoopte dat je ervoor zou vallen, maar dat deed je. Het is best wel uitgesproken stijl. Ik begin er maar gelijk even over, want ik weet er is altijd een beetje commentaar op... dingen die wij kopen. Ja. Maar ik vind het leuk. Ja, ik hou er eenmaal van, een beetje uitgesproken. Ik ben heel benieuwd hoe je gaat combineren, maar ik weet zeker dat je ze heel tof gaat combineren. Kom wel goed. Mochten er nog vragen zijn, stel ze vooral. Ja. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En mocht je nog niet geabonneerd zijn en de shoplog niet willen missen, zorg dat je geabonneerd bent, want dan krijg je een melding. Die komt er dus aan, mijn shoplog. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En tot de volgende keer.
Doeg! Doeg.